We beginnen met een verroeste Landrover, Zuidoost-Azië en twee tukkers met reiskriebels. Het zijn de ingrediënten voor een nieuw boek. Karin Marijke-Vis, die tekende 383 pagina tellend verslag op van haar reis met partner Koen Wubbels. Een reis van 3,5 jaar en 75.000 kilometer door 15 landen in Zuidoost-Azië. Maar Die reis die is nog niet ten einde. Integendeel, Koen zit inmiddels in Oezbekistan zonder wifi. En Karima Rijke reist hem morgen achterna. Maar eerst is nog even bij ons op de valreep. Ja. Karima Rijke, welkom. Dankjewel. En leuk dat je even kon langskomen, nog vlak voordat ja, je gaat. Ja, prima. Ja, ja. Ja. Uh, van het padje af, of uh, uh, van het padje, goed, van het padje, misschien ook wel. We gaan het erover hebben. Um, een avontuur waar veel mensen van denken. ja, misschien moet ik hem ook ooit beginnen. Was ik hem maar begonnen, weet ik veel. Wanneer begon die voor jullie? Voor ons begon die 18 jaar geleden. De gedachte um, 19 jaar geleden. En. Um, Koen had vooral de behoefte om eens echt uh, rond de wereld te reizen. En dat begon toen een beetje te komen, dat mensen voor het eerst, nou ja, zo'n tussenjaar, naam, of ook al heet het geen tussenjaar, maar uh, een jaar rond de wereld gingen reizen. Mm. We kennen elkaar nog niet zo lang, maar we zaten allebei wel een beetje op een kruispunt: van... wat willen we nou met ons leven? Hoe oud waren en, in de 30, begin 30. En uh, de huisjeboompje beestjes uh, schetsen waren voor ons allebei niet uitgekomen. En um, ja, wat dan wel. Andere baan, verhuizen. Hij woonde in Maastricht, ik woonde bij Zwolle in een dorp. En um, dus dat modderde een beetje voort. Leuke weekendrelatie. Um, maar hij had toen op een gegeven moment zoiets van: Nou, ik ga gewoon weg. Ik ga lekker weg uit Nederland. Ik ga gewoon op reis. Een jeugdroom van hem. En hij vroeg of ik meeging. En ik dacht, dat ga ik dan maar eens doen. Jullie kenden elkaar nog helemaal niet zo lang. Nee, nee, we kenden elkaar acht maanden toen die beslissing namen. En dan ga je met ja. elkaar op wereldreis. Dus misschien ja. meteen een goede stresstest dan waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. Is het dat ook ja. geworden, trouwens, uiteindelijk? Een stresstest een beetje. Af en toe? Uh, nou, daar hoort het wel bij. Hè? Ja, ja. Het is wel gezond om af en toe toch ook flink te sparren en ja. wel eens even te knallen. Hè? Precies. Dat, uh, maar ja. je zegt al van ja, weet je, uh, um, bedoel, ik voel me een beetje aangesproken. Ik, ik ben ook begin 30. Um, dan kun je het idee hebben van hey, ik maak een. Een tussenjaar, ik ga even op reis. Ja. Voor jullie is dat behoorlijk uit de hand gelopen. 18 jaar is een behoorlijk lang ja. tussenjaar. Ja, en dat was ook niet gepland. En het is nog steeds niet gepland, of dat dat een keer ophoudt of niet. Dus. Uh... Ik denk wel achteraf, we hebben het daar toen nooit zo over gehad. Van, We hebben wel alles verkocht, weet je. Ik had een huis, heb ik ook verkocht. We hebben alle inboedel weggedaan, echt alles. Toen al dat... voor dat jaar al, zeg ja, maar. Ja, een jaar was ook niet het idee. We zeiden twee jaar, dat klonk ver weg. En dan, want iedereen in Nederland wil dan toch graag weten hoe lang ga je dan. En we hadden echt allemaal geen idee. We hebben het er eigenlijk niet zo over gehad. We dachten gewoon, we gaan weg. En uh, we kopen een oude auto. Want dan heb je de vrijheid om te gaan, om te staan waar je wil. Om overal te kamperen. De meeste mensen gaan met de rugzak op reis. Nou, dan ben je toch heel veel van hotel naar hotel aan het reizen. In een stad en stad. Nou, dat is een prima vorm van reizen. Maar wij zijn echt wel buitenmensen. En een auto of een motor of een fiets geeft gewoon veel meer vrijheid om dat te doen. Je bent met de auto vanuit Nederland gewoon ja. Uts, ja. vertrokken? Ja, ja, we hebben die auto gevonden in Duitsland via het internet. En een beetje opgeknapt, een beetje ingericht en zijn vertrokken. Ja. Ja. Maar, je, maar je, je, je verkocht huis en haard? Ja. Um, maar dat is niet het enige materialistische waar je van afscheid neemt. Nee, maar ik neem ook aan vrienden, familie, dat soort ja. dingen. Ja, dat klopt. Maar op dat moment ja, voelde dat gewoon goed. En op dat moment was het idee twee jaar, misschien wel drie jaar. En dan zien we wel weer verder. Het, ja, meer hebben we het gewoon ook echt niet over gehad. En, um, alleen wij vonden het zo leuk. En we voelden ons zo prettig bij deze levensstijl. dat het zo is gebleven. Wij komen wel ook jaar terug naar Nederland. Het is niet dat wij fulltime 18 ja. jaar alleen maar weg zijn. Um, ik vind het vooral heel erg belangrijk om wel dat contact met familie te houden. En um, dus dan, uh, nou, ja, dan verblijf je hier bij de ouders, bij de zussen. Mm -hmm. Moet je daarvoor uit een bepaald soort hout gesneden zijn? Zijn jullie een beetje toch de hippies van nu? Moet ik daaraan denken? Vrijbuiters? Want ja, weet je, je laat nogal wat achter ja. en je bent in één keer op reis voor je hele leven. Ik denk dat het zeker niet voor iedereen is. Um, maar het is niet een verhaal van alles of niets, weet je. Er zijn mensen die doen dit, je ziet best wel veel mensen nu, neemt best in populariteit toe om met een auto te reizen. Die gaan bijvoorbeeld vier maanden of zes maanden, het is tegenwoordig best wel goed geregeld in Nederland, merk ik, van mensen die onbetaald verlof kunnen krijgen of zelfs betaald verlof als ze genoeg dagen hebben gespaard. Mm -hmm. Allerlei tussenvormen zijn best wel goed bespreekbaar met werkgevers. Er zijn mensen die hebben een huis, verhuren het of juist niet als ze genoeg geld hebben. Um, en die gaan rijden in zes maanden naar Afrika of naar Mongolië... en verschepen dan weer terug. Je hebt mensen die doen het voor een jaar, uh, um, twee jaar, vijf je, jaar. Gepensioneerden je, gaan vaak zes maanden reizen... maar die hebben dan vaak kleinkinderen hier. Dan stallen ze de auto ergens en komen ze weer zes maanden terug. Dus er zijn heel veel varianten denkbaar. En er is maar een heel klein groepje die het fulltime doet, inderdaad. Ja. Als jij... 18 jaar geleden, op, de, op dat moment had gestaan van nou ja, we gaan dit doen. En je had uh, bij wijze van tegen elkaar gezegd, we gaan dit wel 18, we gaan voor 18 jaar weg. Had je het dan ook gedaan of heb je het ook nodig gehad om te zeggen van hé, hey, we gaan een jaar, twee jaar en we zien het wel even? Ja, ik, ja. onze relatie was zo nieuw en nog oh. onduidelijk dat ik, Nee, die commitments hebben we, denk ik niet dat we die gemaakt zouden hebben. Nee. nee. nee, nee. Wat deed je zelf op dat moment eigenlijk? Hoe zag jouw leven er ongeveer uh, uit? Ik werkte in de bedrijfskatering tien jaar. Hele leuke baan had ik, maar het was wel um, na tien jaar tijd om wat anders te gaan doen. Ik had bepaalde, diverse functies gehad. En op een gegeven moment denk je, nou, het is, voor mij was het tijd om uit die voedselindustrie te gaan met de steeds strengere eisen en normen en regels. Mm -hmm. um, waar ik moeite mee begon te krijgen. Nou, maar ja, het was wel zo'n punt, ja, wat dan wel? Laten en we even naar wat foto's kijken. Even een klein oh. beetje met jullie mee op reis gaan. We hebben een aantal foto's. Uh, van een reis, die is geloof ik, dat is de reis door Zuid-Amerika. Ja. Dat is een ander dan in wat jullie boek staat, begrijp ja, ik. Dit is het eerste, het eerste deel, de drieënhalf jaar naar Zuidoost-Azië. Dit is de eerste reis die jullie maken? Ja. ja, het eerste duidelijk afgebakende stuk zou je kunnen ja. zeggen. En uh, van, vanaf daar, toen we in Vietnam, Maleisië aankwamen, hebben we verscheept naar Zuid-Amerika. En daar zijn we negen jaar geweest. In negen ja. jaar, en daar maakten jullie onder meer deze foto's. Ja. Misschien kun je ons een beetje doorheen praten. We hebben geloof ik vier foto's. van. Welke zagen we allereerst? Misschien, uh, we hadden net een foto voor staan, deze. Wat, wat zien we hier? Um, nou ja, dat is een van de vele garages waar we wel gekampeerd hebben. Dit is in Ecuador. En er moest een en ander gebeuren aan de auto. En um, ja, omdat ons huis, uh, onze auto is ons huis. En um, dus wij vragen dan vaak toch of we gewoon in die auto mogen blijven slapen. En veel garages vinden dat prima. Dus je slaat dan in mee. de garage gewoon. Uh, ja, je dan gewoon in de garage. Die Toyota, is dat die diegene? Ja, de die, die gele... Toyota is van ons. Dat ja. is nog. Is een beetje een busachtig ding. Um, Zie ik dat nee, goed of is dat. Nee, niet? Nee, nee, nee. Het is, het is een Landcruiser. Een wat oudere, uit 84. Um, ja, ik vind hem qua vorm en qua uitstraling wat meer aan een Land Rover doen denken dan aan een Toyota ja, ja. Landcruiser. Ja, ja. de, de moderne land Cruisers zijn allemaal veel moderner en luxer ook. Qua uitstraling vind ik dit meer een Land Rover. Maar. Um, Slapen in een garage, dat hoort er dus niet gewoon bij, omdat ja, dat, je dat je huis je nou, nou eenmaal ja. is die in die ja. garage staat. Ja. We hebben nog ja. een foto. Um, dit is een, even een tussenstap, want de laatste paar jaar uh, wisselen we af met lange afstandswandelingen. Dus we hebben in Jordanië van Noord naar Zuid gelopen 650 kilometer, en in Israël 1000 kilometer van Noord naar Zuid. En dit was, ik meen in Turkije, waar je heel veel prachtige trails hebt. In Zuidwest-Turkije, 850 kilometer, de Carrion Trail. Mm -hmm. Ja. Maar is dit gewoon uh, vrijheid, blijheid en wat? Uh, je moet toch gewoon nog op een of manier uh, geld verdienen, of is dat een hele simpele vraag? Ja, dat vraag? klopt. Nee, dat is ook wel zo. Van uh, een loonslaaf als ik zeg maar. Ja, ja, ja. Nee, dat gaat goed. nog altijd niet aan de bomen. Nee. nee, nee, nee. We zijn vertrokken wel echt super low budget um, op ons spaargeld en. Um, en na drie jaar, toen we het idee hadden van nou, we willen dit best blijven doen, maar hoe gaan we dat dan vormgeven? Um, ja, we hebben eigenlijk wel een beetje geluk gehad. Want er is een tijdschrift in Nederland, Forward Drive Magazine, die ons benaderde of we eens een artikel wilden schrijven en foto's uh, wilden opsturen. En um, nou, daarmee is eigenlijk onze freelance uh, baan uh, begonnen. Dus ik schrijf, Koen was al fotograaf, die was grafisch vormgever. Dus dat sloot gewoon mooi aan. En in Thailand hadden we ook het geluk dat we een uh, Amerikaanse schrijver ontmoetten, Harold Stevens, die in 1965 met een auto als de onze rond de wereld is geweest. En die is ook uh, schrijver geworden en die heeft ons in, wat, uh, in die Amerikaanse wereld voorgesteld aan wat bladen. Ja. En daarna is het gewoon hard werken en je best doen en uh, verhalen verkopen. Je leeft van de en, verhalen uh, ja, precies. die je maakt ja. samen. Ja. Ja. En die staan ook onder meer in dit boek ja. dan. Ja, ja. 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 klopt. We hebben nog een foto. Uh, ja, dit is in Colombia en uh, een van de mooie plekken om wild te kamperen en um, ja gewoon strak lucht, zwarte lucht Het staat in een stukje woestijn in Colombia. Heel bizar. en Colombia is heel groen, met een heel klein stukje woestijn. En nou ja, wat je ziet, we slapen meestal in de daktent, maar we kunnen ook in de auto slapen. Dus als we in uh, stad staan in een straatje, kunnen gewoon in de auto slapen. Um, die, je kunt ook wel zien dat Koen een fotograaf is trouwens. Prachtige ja, foto's. Ja, yes. absoluut. Heel mooi. Ja. Maar is het dan, ja, want je slaapt, je bent in zo'n auto, dat is je hebben en houden. Ik kan me ja. ook voorstellen dat je momenten tegenkomt dat je denkt van, ik hoop dat die auto blijft staan. Of dat het dat er heftige momenten zijn met stormen en weet je wat. Oh, zo. Uh, qua storm, ja. Omdat die auto best wel heel log en vierkant is. Waait het wel een beetje. In die tent kun je behoorlijk liggen heen en weer te bewegen. Dat klopt wel. Um, maar voor de rest, die auto blijft wel staan. Het is zo'n oude bak. Niemand rijdt daarmee weg. Hij is te verroest. En rijdt niet hard genoeg om mee weg te komen. Ja. En hij is te karakteristiek. Um, daar maken we ons helemaal geen zorgen over. We heb wel eens momenten gehad in die 18 jaar dat je dacht... want ja, bedoel, als je gewoon lekker hier uh, in, in de stad woont... of op padmos hier in Enschede... Ja, dan heb je een huisje die blijft staan. En uh, je bent als het goed is veilig, tenzij mensen inbreken. Maar als ja. je buiten op pad bent, kan er nog wel eens wat gevaar op de loer liggen. Is er, is er wel eens wat gebeurd dat je denkt... poeh, toen heb ik hem wel even geknepen? Ja, jawel, dat gebeurt wel eens. Net zoals in het gewone leven. Hè, dus... Net zoals dat je hier in Enschede of in Amsterdam weet... op bepaalde tijden van de dag of nacht kun je beter op bepaalde plekken niet zijn. Ja, heb je dat als reiziger natuurlijk ook. Ga je dat um, steeds beter aanvoelen, waar je wel en niet moet ja, staan op welk moment? Ja, je leert er wel beter op vertrouwen. Ik denk dat we in het begin wat meer... soms zeiden, nou nee, laten we toch maar weggaan ergens anders. En het is een beetje... Ik denk dat elke reiziger dat herkent, die dit soort dingen doet. Je moet op je intuïtie vertrouwen. En dat leer je heel snel. En meestal zit je ook wel op één lijn, want je zit in diezelfde energiesfeer... Maar de afspraak is wel eigenlijk onuitgesproken. Als één zich niet prettig voelt, gaan. Ja. Dan, ja. En je weet nooit of er anders wat gebeurd zou zijn. Maar ja, ja dat is het enige eigenlijk wat je hebt. Luisteren naar die stemmen. Het is altijd goed gegaan. Ja. Ja, ja. Ja, ja. We hebben nog een uh, laatste foto. Misschien uh, is, uh, is daar nog een verhaal bij. Um, nou, dit, deze foto heb ik uitgekozen omdat het een beetje een indruk geeft. Dit was ergens iets het anders gebergd in uh, Argentinië of in Chili. Um, hoe we dan koken, we stoppen ergens langs de kant van de weg. We, hebben, of we hadden zo'n aluminiumplaat die we aan de zijkant kunnen hangen. En dan koken we ons potje. En dan pakken we weer een stukje verder. Of we blijven kamperen, afhankelijk van wat we willen. Wat levert je dit dan nu op? Bedoel, want je, bedoelt, je levert je een boek op. En blijkbaar heel veel verhalen waar je over kunt publiceren. En dat levert dan ook weer geld op. Maar afgezien van dat, zeg maar, als je de balans opmaakt. En, uh, uh, waarom moeten we wereldreiziger worden, bij wijze van? Als, dat, als we dat idee een beetje hebben: van misschien zit dat wel in ons. Ja, ik geloof niet dat iedereen wereldreiziger moet worden. Maar um, voor mij geeft het echt een gevoel van vrijheid. Um, hè, we zijn nu ruim een jaar in Nederland vanwege corona. En um, onze maatschappijen zijn zo sterk ingericht met regels. En ja, ook vaak onuitgesproken regels. Hoe we met elkaar omgaan, hoe we ons verhouden en zo. En dat is prima. Hè, um, maar ik vind het heel prettig om elke dag op te staan. Wat gaan we vandaag doen? En. De, het is eigenlijk niet goed uit te leggen in nee. mensen die hier in hun reguliere levens leiden, wat het betekent dat gevoel van vrijheid. Daarvoor moet je gewoon een poosje op weg zijn. En dat hoeft helemaal niet ver weg. He, als je hier het pietenpad gaat lopen met alleen je tentje heb je ook een gevoel van vrijheid? Of hier al drie dagen twintipad is ook prachtig om te lopen. Heb je ook al een gevoel van vrijheid? En nee, je wordt 's morgens wakker in je tentje en je denkt: hé, hey, welke paden zullen we vandaag bewandelen? Heb je dat moeten leren om die kameleon te worden die 's ochtends opstaat en zich aanpast aan de cultuur waar je in bent? Nee, dat ging wel heel snel. Ja. Ja, nou, aanpassen aan cultuur, het zijn wel twee verschillende dingen, hè? want um, ik ben altijd wel natuurmens geweest, altijd veel gezeld ook. Dus dat gevoel van buiten zijn en vrij zijn. Hè, um, dat zit wel echt heel diep in mij. Uh, aanpassen aan culturen, ja, dat is wel. Nou, ik vond het wel best wel lastig in het begin. Mm -hmm. uh, we, we begonnen met onze reis. We gingen via Turkije naar Iran, Pakistan, India. Ja, dat waren achteraf gezien ook niet direct de makkelijkste landen om te beginnen. Maar ja, wisten wij veel. Uh, weet je, er was Waar iets? zit dat dan in? In de kern zeg maar. Waar zit dat dan in dat het ongemakkelijk was? Nou, de grote verschillen van cultuur. Uh, hè, zoals in Iran uh, heb je hoofddoekverplichting uh, ver, uh, als vrouw, ook als buitenlandse. Uh, mannen en vrouwen verhouden zich heel anders tot elkaar. En als ik er nu naartoe ga, heb ik daar geen moeite mee. Maar toen, ja, wij hadden in het Westen gereisd. We waren niet echt wereldreizigers geweest. Hè? Dus ja. ook al weet je heel veel wel over die landen, maar als je daar zelf mee te maken hebt, is dat toch. Ik, laat ik het zo zeggen, ik vond dat best lastig in het begin. Ja, dat heeft me wel moeite gekost. De vrijheid, zeg je, van dat gevoel is iets wat het oplevert. Maar als je een balans opmaakt, kijk je ook naar wat het je kost. Wat zijn de offers die je brengt, denk je? Wat, wat, wat denk je wel eens? Waarom denk je wel eens, misschien moet ik toch terug naar Nederland? Nou, ik denk niet dat ik terug moet naar Nederland. Maar als je praat over offers. Ik vind wel, voor mij, um, ik kan mijn familie heel erg missen en mijn sociale leven. We hebben na tien jaar en jaar in Suriname gewoond, een soort break. En dat vond ik wel weer heel leuk om het sociale leven op te pakken. En dat vond ik ook heel leuk aan dit coronajaar. Gewoon om... even ergens zijn op één ja, plek. Ja, ja, dat vind ik wel echt een gemis. We ontmoeten ontzettend veel mensen onderweg. worden heel veel bij mensen thuis uitgenodigd. Of met zo'n landcruiser, als je in Japan bent, dan heb je natuurlijk al die landcruisenclubs in Brazilië ook. He, dus dan word je echt wel onderdeel uh, gemaakt van de maatschappij op dat moment. Mm -hmm. En als je de taal spreekt, dat helpt dan enorm. Dat is niet overal zo, natuurlijk. Maar ja, ik vind dat wel. Um... Een prijs die ik betaal. Ja, ja maar goed, uh, ik, ja, ik geloof ook wel, het leven is nooit alleen maar mooi en fantastisch. Ja, ja, ja. Um, en de reiskriebel zijn inmiddels ongeneeslijk misschien wel. Ja, misschien wel, maar het is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Hè? Als nee. we volgend jaar alsnog willen stoppen, dan stoppen we toch. En dan zien we het dan wel weer. Zo vrij ben je dan ook alweer. <laughs> ja, ja. ja, het is niet iets wat we per se moeten doen voor de rest van ons leven. Die commitment hebben we die gemaakt en dat is ook niet zo belangrijk. Vind ik. Kunnen we ergens volgen? Zeg maar, um, we hebben natuurlijk het boek en we hebben de ja, nou, artikelen. Als, als je googelt op dit moment op van het pad af, uh, of Land Cruising Adventure, dan kom je ons overal wel tegen met de website en Facebook en Instagram en dat soort dingen allemaal. Fantastisch. Ja. Dankjewel voor een prachtig uh, wereldreizigersverhaal. Nou, graag gedaan van twee tukkers. Ja.